Het regionaal ziekenhuis Wanica heeft per heden een ambulancefiets ter beschikking die ingezet zal worden bij openbare evenementen. Er wordt hierbij gedacht aan wandel- en trimlopen, streetparties, festivals en ceremonies. Gelet op de huidige COVID-19-situatie is de kans dat deze dienst wordt geboden gering. Het is de bedoeling dat er meerdere fietsen aangeschaft zullen worden om deze in te zetten wanneer de situatie is genormaliseerd. Meneer Doekie, het Wanica ziekenhuis heeft een fietsambulance erbij. Wat is de functie van deze fietsambulance? Laat me u eerst uitleggen. De definitie van een ambulance is het vervoeren van patiënten, zeker slachtoffers, naar een ziekenhuis of zorginstelling. Om de gepaste zorg te kunnen bieden, hebben we de beschikking over een aantal type ambulances. Een andere definitie is het zo snel mogelijk ter plaatse krijgen van medische hulpverleners. Je moet denken aan een huisarts of een specialist ter ondersteuning van, een first responder voor de triage of levensreddende handelingen, of dat men stand-by staat bij een evenement of bij een grootschalig incident. Ook daar maken we gebruik van diverse type ambulances, waarbij gelet wordt op afstand en locatie. Het Wanica ziekenhuis heeft een eigen ambulancedienst met een high-care ambulances nu ondersteund met een ambulancefiets. En geen misverstand hoor, we blijven de reguliere patiëntenzorg gewoon handhaven met de huidige ambulances. Wanneer zetten we bijvoorbeeld een ambulancefiets in? Denk bijvoorbeeld aan autovrije zones, er is een stand-by in de stad, een avondvierdaagse. Een moment waarbij we dus stand-by moeten staan bij kinderen, hè, waarbij we geen gemotoriseerd verkeer kunnen toepassen. Dat zijn de momenten dat je dus een ambulancefiets inzet. Puur ter ondersteuning en preventief. Wie zou op zo'n ambulancefiets zitten? De ambulancebemanning is zodanig getraind dat ze zowel op de ambulance kunnen uitrukken voor trauma's en overige medische spoedhulpverleningen. Dezelfde bemanning zal tevens op de fiets te zien zijn bij evenementen, onder andere. Zal dat handiger zijn, vooral als er filevorming is? Nee, u moet niet denken aan filevorming. Wij gaan niet in het verkeer zodanig begeven. Het gaat met name om de autovrije zones. Denk bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse, het binnenstad, waar de politie of de bikers nu al rondrijden. Het is niet zozeer om zodanig tijd te winnen dat we met de fiets gaan rijden. Je moet wel de gepaste zorg kunnen bieden. De fiets is echt ter ondersteuning en preventief voor een stand-by evenement. Er is nu één fiets. Is het de bedoeling dat er meerdere bij komen? Nou, we zijn innovatief. We werken aan een aantal projecten. De fiets is daar een eerste testfase van. Het is al bekend hoor in de overige landen. En het is al uitbreiding, is daar ook al toegepast. We moeten even kijken hoe dat hier aanslaat. Maar in de kader van innovativiteit hebben wij alvast de eerste fiets. En we zullen kijken en monitoren hoe dat aanslaat. Is er een speciale training voor degenen die op de fiets zullen zijn? De ambulancebemanning heeft zeker een speciale training. De ambulancebemanning heeft volgens het ABC de emotodiek te werken. Ze hebben de vitale functies te bewaken. Dus ze zijn wel medisch geschoold. Maar het zijn nogmaals dezelfde mensen die op de ambulancedienst hebben. Die een reguliere patiëntenvervoer verzorgen. Die kunnen eventueel ook op de fiets waarnemen. Dus je hebt altijd deskundigheid van een medici. Vanaf wanneer mag de samenleving uitkijken naar iemand op een ambulancefiets? Nou, we fietsen er nu al mee rond. Maar nogmaals, zodra we een evenement hebben of een inzet hebben in een autovrije zone, dan zal de fiets daar zeker te bewonderen zijn. Moeten mensen een beetje argwaan hebben als ze iemand zien komen op een ambulancefiets, of is dat normaal? In sommige landen is dat vrij normaal. Als je kijkt nu naar de politie met de bikers, in het begin heeft het ook een wending gehad. En nu met deze kleur, een zeker opvallende fiets, zal het ook even moeten wennen. Maar naarmate zich men daarin bekend raakt, zal het ook wel weer automatisch worden. Onder welke instantie zullen de ambulancefietsen vallen? Medical Air Services. En Medical Air Services is nu uitgeleend, of de ondersteuning aan het Wanica ziekenhuis. Dank u wel. Ja.